Welkom bij weer een nieuwe Mietenkroger. Vandaag ben ik op bezoek bij Noordhoek Vaste Planten. Ik heb je afgesproken met Sikko. En laat je hem daar nou net hebben. Hey Ilse, goedemiddag. Goedemiddag. Stap op, laat je de kwekerij zien. Ah, leuk. Ik ben Sikko de Boer. Ik ben sinds een jaar directeur op dit bedrijf. Ik ben opgegroeid op een vaste plantenkwekerij lang, lang geleden. En dit bedrijf is opgericht door Leon Herreigers, ergens begin jaren 80, in het dorpje Zeggen. En daar is het groter geworden. En op een gegeven moment heeft hij besloten van ik heb een groter terrein nodig om te kunnen groeien. En dat is dit terrein geworden. En dat is in een paar fases, is dat nu 6 hectare. En met een sortiment vaste planten van ongeveer 2700 soorten. Ik zie hier hele nette rijtjes met heel veel verschillende planten staan. Maar wat kweken jullie hier nou eigenlijk? We kweken de vaste planten. En we kweken eigenlijk soorten waar vraag naar is. Dus niet omdat we denken dat een soort mooi is. Maar als die eenmaal gevraagd is door een klant, denken we nou die kunnen we zelf in productie nemen. En wat doen jullie nu eigenlijk aan duurzaamheid? Alles wat we kunnen, zoveel mogelijk. We zijn ooit begonnen als een van de eerste bedrijven met Planet Proof, destijds Milieukeur. En we proberen nu te experimenteren met biologisch gecertificeerd via het SCAL certificaat. Wat onderdeel is van dat duurzaam produceren, Ilse, is dat we maaien zodat de plant makkelijker water opneemt, dat de wortels zich sterk ontwikkelen en dat we daardoor minder ziektes, gewoon even een keertje zo erop kloppen, niet te bang zijn, het zijn vaste planten. Gewoon pot eraf. Hij wil niet. Maar dit is wat onze klanten willen, een goed gewortelde, fantastisch mooie plant, waar het niet zozeer gaat om het gewas, maar om de wortels. Dus jullie verkopen eigenlijk gewoon een bonk met zand met een beetje wortels? Ja, we zeggen eigenlijk tegen de jongens en de meiden, als je dit aflevert moet je ermee kunnen gooien, maar dat doen onze klanten ook. Zo, we gaan naar Boskoop morgen. En waar gaan nu eigenlijk jullie planten nog meer heen? Naast Boskoop, waar alle vaste plantenkwekers elkaar ontmoeten. Ze gaan naar gemeentes, Groot Groen, Hoveniers. We hebben 2 tuincentra waar we aan leveren. Maar ze gaan eigenlijk voornamelijk naar mensen die ze gelijk de dag daarna de grond in stoppen. Jullie zijn deelnemer van Perennial Power. Waarom zijn jullie eigenlijk deelnemer geworden? Omdat ik vind, we komen uit de vaste plantenmarkt en in de vaste planten kan je niet in je eentje het hele sortiment kweken. En ik heb vanaf met de paplepel heb ik geleerd dat we met elkaar de markt moeten bedienen. En het is ook heel belangrijk dat we aan de markt laten zien dat we gezamenlijke kracht uitstralen. Van al deze verschillende vaste planten, wat is nou eigenlijk jouw lievelingsplant? Eigenlijk heb ik die niet. Alle planten vind ik mooi. Alleen we hebben vorig jaar voor het personeel was de vraag laten zien hoe die planten eigenlijk groot worden. Want wij verkopen alleen maar die afgemaaide planten die we net hebben gezien. Want we hebben besloten om onze top 150 uit te planten in een border, 24 kisten per soort. En eigenlijk dat idee, die planten, dat zijn mijn lievelingsplanten geworden. Nou Sikko, heel erg bedankt voor de rondleiding. Graag gedaan. Je vertelde net dat jullie al jullie planten maaien. Dus ik zal jullie nog even een handje helpen met maaien. Succes! Dankjewel! En ik zie jullie weer bij de volgende Mietenkroger. Doei doei! Doei doei!